Hallo, leuk dat je weer kijkt. Dit is Bid 72, Nationale Biedwedstrijd. Mijn naam is Tom Drijver en elke week bespreek ik een handje. Dit keer week 25. En week 25 heb ik genoemd, opwaarderen kun je leren. Nou, hoe kom ik daarbij? Nou, kijk eens mee naar de volgende hand en de volgende bieding. Ik open één sansa toe. Bob biedt twee klaver. Ik bied twee ruiten, geen vierkaart hoog. En hij maakt het af op drie sans. Met 12 punten. Nou, zou je denken, er is helemaal niks meer aan de hand met dit spel. Dit kan iedereen. Ja, dat kan ook iedereen. Maar het is wel interessant om te kijken naar deze hand. Dit zijn maar 14 punten. Maar deze 14 punten, daarmee zeggen we opwaarderen kun je leren, die mag je tellen als 15. En waarom? Je hebt eigenlijk, noem je geen verloren waardes. De verloren waardes zijn bijvoorbeeld als je koning vrouw sec hebt, of koning boer sec, dat is niet zo mooi. Je hebt een 5 kaart in een kleur. Ik heb zelfs hier nog 2 tienen erbij. Maar als ik 14 punten heb en ik open een sans, heb ik altijd een 5 kaart erbij nodig. Dan is het beter om 1 sans toe te openen. Gaat het nu vaker op? Ja, dit is toevallig een handje van de week daarvoor. Maar het is wel leuk om eventjes erbij te pakken. Dit is een 17-punter. Met die 17-punter zou je denken, ik heb een 5-3-3-2. Ik open 1 sans toe. Maar omdat het weer een beetje dezelfde eigenschappen heeft, dus voornamelijk aan mijn A's en koningen, dit keer alleen maar A's en koningen, en een 5-kaart, mag je die opwaarderen tot 18-19. Dus dan open je een ruiten en je biedt 2 sans na. Dus dat betekent, op het moment dat je dus een hand hebt met veel A's en koningen zonder verloren kleuren en een 5-kaartje erbij, die 5-kaart mag overal in zitten, dat kan ook gewoon een hoge kleur zijn, dat maakt niet uit, dan open je dus 1 sans toe. Nou, hier de scores. 3 sans toe. 92% heeft het bereikt. Dus bijna iedereen heeft het juiste contract bereikt. Maar ik ben heel benieuwd op welke manier. Ik denk dat het heel vaak is gegaan. Een klaver. Nou, en hier bijvoorbeeld, het ligt een beetje aan wat voor systeem je speelt. Maar een klaver en bijvoorbeeld een ruiten. Een sans, 3 sans. Of de harten wordt nog een keer genoemd. Maar het contact bereiken is niet het probleem, maar de manier waarop vond ik wel leuk om te laten zien. Dus opwaarderen kun je leren. Volgende week zijn we er weer. Ik ga eens eventjes kijken wat voor biedingen we deze week weer terugkrijgen van Bid72. Ik zeg heel veel biedplezier deze week en succes met het binnenhalen van die tienen. Eens kijken of je de 50 punten deze week kan bereiken. Groetjes, doei doei.